even daarover gesproken, Johan. Er was dus een nieuwe prijs bijgekomen bij de televisiering, waar wij dus niet voor genomineerd zijn, omdat wij schijnen een hetzelfde pram te maken. Ja. Maar dat is de Impactprijs. En nou zijn alle nominaties ervan bekend. En wat denk je? Ik heb het verbijsterd gelezen. Ja. En dit is de laatste keer dat ik hier een spannend verhaal van 50 jaar geleden vertel. Ja. Want nee, maar dat heb ik natuurlijk niet zomaar gedaan, maar wij wilden die prijs pakken. Ja, nou, ik wil niet moeilijk doen, maar als het toch iets impact heeft gehad, ja, is het toch wel de hele situatie. En als je dan ziet wat er wel genomineerd is. Goede tijden, slechte tijden. Dit was het nieuws. De roze supporters. Boos, Umberto, Jamie Vaas bij Gallet en Sophie. Nou ja, het is echt niet te geloven. Wij staan er weer niet bij. Wij worden gewoon gecanceld. Wij moeten ons nu totaal anders opstellen. Want ze hebben alles gedaan dit jaar om ons helemaal niet te kunnen en te willen nomineren. Ja. Als we nu genomineerd worden, moeten we het hooghartig van de hand. Ja, gewoon boycotten, nooit zoek het maar uit. Laat mij wij dan, willen die prijs laat mij niet dan heel beschaafd zeggen, meneer, stop het lekker in je reet. Ja, nou, inderdaad. Maar dit is toch niet te geloven, zeg allemaal.